Komende zaterdag zal tijdens FC Groningen-Vitesse een deel van stadion Euroborg gevuld zijn met inwoners van het Groningse dorp Beerta, gelegen vlak naast Winschoten. En dat allemaal dankzij Hans Hatenboer. Hatenboer is na Jurie Koolhof de tweede uit Beerta afkomstige voetballer die het betaalde voetbal heeft gehaald. En daarom heeft FC Groningen een actie georganiseerd om zoveel mogelijk inwoners van Beerta aanwezig te laten zijn bij de thuiswedstrijd tegen Vitesse, speciaal voor Hans Hatenboer. Samen met Hatenboer bezoeken we de club waar hij zijn voetbalcarrière op jonge leeftijd begon. TOS, tot heil onze spieren. Hoi. Goedemiddag. Weet jullie wie dit is? Hans, zeg maar. Hans Hatenboer. Dat is al lang geleden. Hans Gary heeft hij vroeger ook gevoetbald. Hoe oud was je toen jij bij TOS ging voetballen? 4 of zo, denk ik. Ik ben gelijk begonnen toen, toen het mocht, zeg maar, van mijn vader. Mocht, ik denk 4 of 5 was. En dan in de F'jes gelijk hier. En dan een paar jaar in de F'jes, maar we werden eigenlijk altijd kampioen hier zo. En na voorjaarscompetitie, najaarscompetitie, werd je ook nog twee keer per jaar kampioen. Daar sta jij op. Ja. Hier zo. 1996, 97. Ja, dat zal dan kloppen. En toen in de E'tjes. Ik heb zelfs nog in de D'tjes hadden we toen nog een 7-tal. Omdat er niet genoeg spelers waren voor 11-tal, hebben ze nog een 7-tal. Maar ja, omdat was ik nog F'je, maar ja, deed af en toe daarmee, omdat er nog geen spelers genoeg waren. Maar speelde je soms op een zaterdag speelde je dan drie wedstrijden of zo. Maar zijn jullie ook een beetje trots op Hans? Jazeker. Ja, maar ik dacht dat zijn kleine broertje beter was. Is dat zo? Ah, nee, niet beter, zo bedoel ik. Nou. Ja, dat leek vroeger zo. Dit is het hoofdveld? Ja, dat is het hoofdveld, dat is het tweede veld en dat is het trainingsveld. Oké. Okay. Maar wij hebben eigenlijk vroeger altijd hierop gespeeld. Na school vaak met z'n allen hier voetballen. Op zondag, als dan het eerste moest spelen, speelden we altijd hier. Op deze doeltjes, altijd. Met de hele groepen. En door de week, als je vrij was van school? Ja, vrij was, ja, dan gingen we hier voetballen of we gingen... Op schoolplein waren we ook wel vaak aan het voetballen. Mm-hmm. Maar op zondag, meestal als eerste thuis speelde, dan waren we hier gewoon... ...'s ochtends kwamen we hier al en waren we de hele dag aan het voetballen met z'n allen. Want hoe ver is je ouderlijk huis hier vandaan? Ja, ik denk hemelsbreed 100 meter, denk ik. Dus je kwam ook altijd lopend naar je huis? Ik moest hier over het bruggetje, over het water. Dus ik kon niet zo achter thuis hier naartoe lopen. Maar mm-hmm. Ja, ben er zo 2 minuutjes lopen en dan was ik hier. Wat dat nou aan? Dan moet beter op film. Hey Hans, als jij 's ochtends naar de training moet, hoe laat ga je dan altijd weg? Ja, meestal tegen 8 uur, 5 voor 8. Dan stap ik de auto in en dan moet om voor 8:30 er zijn. En dan ben ik altijd net op tijd. Hey, je bent waarschijnlijk een van de weinige spelers van de eerste selectie die nog thuis woont. Ja, dat denk ik wel. Ja, misschien Stefan en Ricciero dan nog. Ja, Stefan van der Leij, Ricciero Zivkovic. Ja, Ricci rijdt wel vaak met me mee. Die haal ik op wedstrijddagen aan. Rijdt hij altijd met me mee. En op trainingsdagen rijdt hij soms met me mee. Want die woont in Hoge Zand, vlak bij de snelweg. Dus dat is voor mij erop en eraf. En daar hoeft zijn vader hem niet te brengen. Dus die pik ik dan op. Net waren we bij TOS, ja. Hierachter. Hoe ging het nou vroeger, toen jij nog in de jeugd hier vroeger voetbalde? Als jij dan naar buiten ging? Ja, dan pakte ik mijn fietsje uit de garage en dan ging ik die kant op. En dan was ik binnen 2 minuten was ik op de club, zeg maar. En dan voetbalschoentjes aan op de fiets al. En dan, ook wel helemaal omgekleed? Helemaal omgekleed op de fiets, bal onder je arm en dan naar de training toe. En meestal al half uur van tevoren of een uur van tevoren voordat training begon, waren we al aan het voetballen met veel jongens. Dat was een leuke tijd daar. Als jij Beerta zou omschrijven als dorp, hoe zou je dat doen? Nou, ik denk het is een vrij klein dorp. Iedereen kent elkaar, we horen het al. Iedereen kent elkaar wel. En het is hier op zich niet zoveel te doen. Maar het is vooral nu Blauwe Stad hier blij is aan het water met een bootje. Het is hier prima wonen eigenlijk. Goedemiddag. Wat dat nou aan? Dat moet beter op film.
Ja, zijn jullie een beetje trots op Hans? Ja, zeker ben we trots op Hans. Ja, zeker. Tuurlijk. Zeker zijn we trots op Hans. Hij doet goud bij jou. Ja, kerel. We gaan alvast een beetje hoe zeg je dat? De stemming peilen in Beerta. De stemming is in de eerste uur voor S-Egren. Bij ons betekent natuurlijk nou, dat het bij is hartstikke gauw wordt. Mm-hmm. Maar ik ben wel trots op hem. Wat nou maar vertrouwd ben. In de supermarkt in Beerta kunnen de inwoners van het dorp voor €10 een kaart kopen voor het duel van komende zaterdag tegen Vitesse. De actie is een succes. Ja, super. Dus groot bedankt voor. Mm-hmm. We zijn bijna op elkaar heen momenteel, dus zo. Groot succes. Hoeveel heb je nog over? Een stuk 30, 40 misschien. Ik had ze wel 15, dus een groot succes. Ja, dus half Beerta is volgende week bij Groningen Vitesse. Ja. Ja, het staat allemaal op Facebook, iedereen deelt de foto, dus Wat goed. Heeft ook zin in. Ja. Dat is ook een beetje de Oost-Groningen mentaliteit, denk ik. Hè? Er wordt niet stilgezeten, er wordt gewoon gewerkt. Ja. Nou ja, dat zie je bij Hans natuurlijk ook wel terug op het voetbalveld. Als het er een is die voorop in de strijd gaat, is het Hans, denk ik wel. We zijn met Hans Hatenboer op het terrein van PKF Post in Finsterwolde. Het bedrijf is een van de grootste producenten van pellets in Nederland. Hier, bij deze onderneming, had Hatenboer ooit een bijbaantje. Hey! Ja, met jou ook. Nu kom je nog in beeld. Ja. Heel blij. Heeft u de hele week nog vragen, hoor. Ja. Hatenboer werkte ongeveer een half jaar bij de pelletproducent. Totdat hij het te druk kreeg met voetballen. Ik was er altijd één dag in de week. Als ik dan vrij was voor training, dan moest ik iets doen van mijn vader. Ik mocht niet thuis zitten, dus toen kwam ik hieruit. Ja, dat is ook een beetje de Oost-Groningen mentaliteit, denk ik. Hè? Er wordt niet stilgezeten, er wordt gewoon gewerkt. Ja. Nou ja, dat zie je bij Hans natuurlijk ook wel terug op het voetbalveld. Als het er een is die voorop in de strijd gaat, is het Hans, denk ik wel. Dat is alleen maar mooi. PKF Post is een van de bedrijven die meedoet aan de FC Groningen actie om zoveel mogelijk inwoners uit Beerta zaterdag getuigen te laten zijn van FC Groningen Vitesse en zo te laten zien dat Beerta trots is op Hans Hatenboer. Ja, het lijkt mij vanzelfsprekend. Wij zitten hier vlakbij de grens van Beerta. Ik ben zelf overigens ook een Beerster geboren en getogen. Hans die komt uit Beerta en daar zijn we met z'n allen enorm trots op natuurlijk. Als dan FC Groningen komt met een actie waarin Hans Hatenboer prominent genoemd wordt. En waarin eigenlijk de avond zelfs draait om Hans. Ja, dan zijn wij vanzelfsprekend van de partij. Zijn vader ken je misschien wel. Zijn vader heeft ook bij TOS gevoetbald. Dat is Erik Klaasens. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Volgens mij heeft hij zelf met jouw vader nog gevoetbald. Ja, dat kan maar zo. Dan weet Erik hem beter hoor. Dus, jij bent Hans in de foto, jongens. Kent hij mij wel? Ja. Uiteraard. Met z'n tweeën? Ja, ga mij midden. Top, dankjewel.